Mark, van harte gefeliciteerd. Eindelijk weer gewonnen in Rotterdam. Ja, klopt. Het was 5 jaar geleden, hoorde ik net, 2016. En ja, ik denk dat vandaag allemaal ons hele team een goede prestatie neergezet heeft. En spannend te weten de ronde, waar nog heel veel gebeurde. En ja, daardoor door de fout van Zweden kwamen wij aan de leiding. Ja, want jij reed 5 strafpunten, hè? Dacht je toen van, ja, dit is klaar? Ja, ik wist de stand toen niet, toen ik erin reed. Wel dat Willem zei van, ik mocht een tijdfoutje hebben. En die was ook ingecalculeerd en dan kreeg ik eigenlijk pech voor op de witte stijl. Maar ja, toen dacht ik wel van, ja, nu zijn we natuurlijk weer verder van huis. Dus toen lag de kaart een beetje in Frank zijn handen. Of in Zweden of Frankrijk. En ja, goed, die maakten gelukkig allebei een fout en toen waren we alsnog vooraan. Hoe belangrijk is voor jou deze wedstrijd? Want ja, alles zijn natuurlijk op Tokio gericht. Ja, zeker heel belangrijk. Kijk, Tokio is natuurlijk ook op het zand. Ik heb 1 landenwedstrijd gereden met Ster of Tante en Labol. Sprong ze ook goed, had ik 2 keer 4. En ja, nu vandaag, de manier waarop ze sprong, was ik gewoon zeer tevreden. Ik had echt een pechfout in de tweede ronde, maar voor hetzelfde gaat loopt ze ook 2 keer 0. En goed, de eerste ronde, de tijd, ja, heb ik een beetje onderschat misschien. Voor mijn gevoel was ik niet langzaam, maar ik heb ook te weinig gefinished. En daardoor had dat strafpuntje tijd dat ook voorkomen kunnen worden. Ben jij klaar eventueel om naar Tokio te gaan? Ja, ik denk het wel. Maar goed, ik heb niet de beslissing, die ligt niet bij mij. Maar ik heb een goed gevoel. En ja, goed, we wachten af. Nou, we hebben nog 2 dagen te gaan hier en maandag zal het bekend worden.